Yo! Yo! We staan er vandaag op het programma. Ja, even een testloopje, 5 kilometer. Ja. Voor nul meting. Tijdje rust gehad, het seizoen is voor mij ten einde, zeg maar. Ja. Dus we gaan vandaag weer opnieuw 5 kilometer lopen om de zones te bepalen, omslagpunten te bepalen, dat soort zaken. Oké. Okay. Nu kan ja, ik denk maar vast, zelf alvast een beetje in. Het is heerlijk weer, dus maar ik begin wat rustiger en ik heb echt sinds de kniepen al last van lichtweginfectie. Dat gaat wel de goede kant op, maar ik heb nog wel super veel slijm en af en toe waarschijnlijk moet ik gaan hoesten, maar dat, ik kan wel blijven rennen. Dus sinds de kniepen, maar hoeveel weken ongeveer? Een week of 5, 6 volgens mij ondertussen. Week of 5, 6 ondertussen, ja. Nou, succes! Thanks! Lekker. Ja, lekker. Ah, klas. Lekker. Ah, goed. Sterk. Come on, klasse. Naast de loodjes. Oh echt? Oh, jongens, ik ging niet vanzelf. Zwaar weer of niet? Huh? Warm? Ja. En longen, luchtweg? Ja, ook wel last van. Oh, jongens. Zo, ik ben even gedoucht. Dit was eigenlijk even een 5 kilometer nulmeting, hè, om weer mijn hartslagzones te bepalen, om te kijken waar mijn omslagpunt ligt. Zodat mijn trainer weer op die manier weer gerichtere trainingen kan voorschuiven. Ik heb de laatste tijd, of zoals ik ook al even kort benoemde, vooraf erg veel last gehad van mijn luchtwegen. Nou ja, met dat in mijn achterhoofd en ook wel dat het best wel warm was vandaag, ben ik erg tevreden met mijn tijd. Ik heb er eigenlijk alles uitgehaald. Normaal, onder normale omstandigheden zou ik hier niet echt tevreden mee geweest zijn. Maar ja, voor wat het waard was, ben ik nu wel tevreden met deze tijd. 19:45 volgens Strava. Dus nou ja, het is wat het is voor nu. Mijn omslagpunt die ligt rond 183 hartslag. Dus daar heb ik weer waardevolle informatie voor de volgende training uitgehaald. En ja, nu is het lekker doortrainen in de zomer. En dan hoop ik er weer te staan volgend seizoen. Eerste moment is in Ede. Het Nederlands kampioenschap survival voor de korte afstand.
En daar ga ik nu een beetje naartoe trainen. Ik hoop dat... ik heb nog steeds wel een beetje last van mijn luchtwegen. Dat merk je vooral als je echt intensief gaat sporten, dat dat slijm weer naar boven komt. Maar ja, het scheelt dat nu een beetje, dat we nu geen wedstrijden hebben. Dat ik me nu kan focussen op echt trainen. En dan hoop ik er weer helemaal fit voor te staan aan het begin van het seizoen. En ja, nou ja, we gaan het zien. Ik denk dat ik in de zomervakantie ook nog wel een aantal hardloopwedstrijdjes ga doen. En ja, mochten jullie dat leuk vinden, kan ik daar ook een verslagje van maken. En nou ja, we zullen het even zien. Vonden jullie deze video nou leuk? Laat in ieder geval even een like achter. En ja, abonneer ook even jongens, want we moeten toch een keer op weg naar die 1000 abonnees. En tot de volgende keer.